The subject of today's session is one of the more enigmatic holy days that we find in the Bible. Het onderwerp van vanavond is een van de meer raadselachtige feesten in de Bijbel. It's not enigmatic because it doesn't appear in the Bible. On the contrary, it appears in 5 separate passages in the Torah. The problem is, each time it's different. En dat het raadselachtig is, dat komt niet omdat het niet voorkomt in de Bijbel, dat feest. Maar juist wel, 5 keer zelfs. Alleen elke keer wordt het anders genoemd. Let's begin by taking a look at these 5 different passages. And afterward we'll continue with another 2 passages that obliquely refer to it, even if not explicitly. Laten we beginnen met die 5 teksten te bestuderen. En daarna hebben we nog 2 teksten die zijdelings ook refereren aan dit feest. So, the first passage is in Exodus chapter 23, where we read for the first time of the 3 pilgrimage festivals. En de eerste passage is in Exodus 23, waar we voor het eerst lezen over de 3 pelgrimsfeesten. Now, beginning in Exodus chapter 23, verse 14, we read that there are indeed 3 times when you are to keep a feast unto God in the year. En als we beginnen bij Exodus 23, vers 14, dan zien we inderdaad dat er 3 feesten zijn in een jaar die gevierd moeten worden voor de Heer. And these festivals are, verse 15, the feast of unleavened bread, what we usually call Passover. En die feesten zijn, beginnend in vers 15, het feest van de ongezuurde broden, wat we meestal Pesach noemen. Now that's explicitly when you came out of Egypt. So we know which holiday that is. En daar staat expliciet bij dat dat is in de tijd dat we uit Egypte vertrokken. Dus we weten welk feest dit is. And then there are another 2. The one that is the focus of our attention is called here the Feast of Harvest. The first fruits of your labors which you sow in the field. En dan zijn er nog 2 feesten genoemd. En degene waar we het vandaag over hebben, in vers 16 wordt hier het feest van de oogst genoemd. Het feest van de eerste vruchten van uw werk, van wat u op de akker ingezaaid hebt. And then there's also the feast of ingathering that takes place at the end of the year. So we have the feast of unleavened bread, the feast of harvest, and the feast of ingathering. En dan is nog het feest van de inzameling aan het einde van het jaar. Dus 3 feesten, het feest van de ongezuurde broden, het oogstfeest en het feest van de inzameling. Now before discussing this any further, let's consider the next place where we encounter the pilgrimage festivals. Zonder hier verder op in te gaan, laten we kijken naar de volgende keer dat we de pelgrimsfeesten tegenkomen. The next place is Exodus chapter 34. Dat is in Exodus 34. In verse 18 we read again about the feast of unleavened bread, same festival that we saw in Exodus chapter 23, Passover. En in vers 18 van hoofdstuk 34 lezen we weer over het feest van de ongezuurde broden, hetzelfde feest als wat we zagen in Exodus 23. Now at the end of verse 22 we also read about the feast of ingathering, which also sounds familiar because there was the feast of ingathering in Exodus chapter 23 as well. En in vers 22, aan het einde van het vers, lezen we ook over het feest van de inzameling. En die komt ons ook bekend voor, want die vonden we ook in Exodus 23. The problem is the middle festival. En het probleem hier is het middelste feest. That is, here it's called the Feast of Weeks, the first fruits of wheat harvest. En dat wordt hier beschreven als het wekenfeest. Het feest van de eerste vruchten van de tarweoogst. We never heard of the Feast of Weeks before. We hebben nog niet eerder gehoord over het wekenfeest. Ironically, until we get to Leviticus chapter 23,
we don't even have any idea what the Feast of Weeks is about. What weeks? En het is zelfs heel ironisch dat we tot hoofdstuk 23 van het boek Leviticus niet eens weten waar dat wekenfeest over gaat. Wat voor soort weken hebben we het over? Furthermore, what happened to the Feast of Harvest that we saw in Exodus chapter 23? En wat is er gebeurd met het oogstfeest waarover we in Exodus 23 lazen? You could well be excused for asking, who says we're talking about the same holiday at all? En je kunt prima ook vragen, zonder excuses, wie zegt dat het over dezelfde feesten gaat? Well, I think we do need to conclude it is the same holiday. Ik denk wel dat we moeten concluderen dat het over hetzelfde feest gaat. First of all, you'll notice that there are some common motifs. Want ten eerste zul je merken dat er een aantal overeenkomstige motieven zijn. That is, even though in Exodus chapter 34 there is no feast of harvest, we did read about the first fruits of wheat harvest. So it had something to do with the harvest. En ook al lezen we in Exodus 34 niet over een oogstfeest, het gaat wel over de eerste vruchten van de tarweoogst. Dus in ieder geval iets met een oogst. Furthermore, this motif that we see in Exodus chapter 34, the first fruits of wheat harvest. Well, we saw something about first fruits in Exodus chapter 23 with respect to this feast of harvest, where we read it was the first fruits of your labors. Didn't say anything about wheat, but it does say something about first fruits. En naast het motief van de oogst is ook het zinnetje de eerste vruchten een motief wat we terugvinden zowel in Exodus 34 als in 23. In Exodus 34 zijn dat de eerste vruchten van de tarweoogst en hoewel dat niet zo staat in Exodus 23, want daar is het de eerste vruchten van uw werk, vinden we wel dat gemeenschappelijke zinnetje de eerste vruchten. So we can make that it is the same holiday. Dus we kunnen wel bepleiten dat dit over hetzelfde feest gaat. But it certainly is identified in a completely different way. Maar het wordt zeker geïdentificeerd op een compleet andere manier. Now we should also note, since there are three pilgrimage festivals, we know the first is the Feast of Unleavened Bread. We know the third is the Feast of Ingathering. This has to be the same one that is called the Feast of Harvest in Exodus chapter 23, and it's called the Feast of Weeks in Exodus chapter 34, it must be the same one. But again, why the different name? Why the different description? En omdat we ook weten dat er drie pelgrimfeesten zijn, en we weten dat de eerste het feest van ongezuurde broden is, en het laatste is het feest van de inzameling, dan moet dat middelste feest wel overeenkomen met wat we in Exodus 23 lazen. Met het oogstfeest daar. Maar de vraag is, waarom wordt het nou anders beschreven? I'm going to impose upon your patience a little bit further, because I'd like to continue still in seeing the other three passages that refer to this holy day. Ik moet uw geduld nog even op de proef stellen, want ik wil eerst door naar de volgende passages die ook over ditzelfde feest gaan. The third is in Leviticus chapter 23, as we already noted. De derde tekst is in Leviticus 23, zoals we eerder opgemerkt hebben. Here is where we read of the counting of the Omer. We lezen daar over het tellen van de Omer. That is the counting of the 7 weeks. From the day after the Passover offering. En dat gaat over het tellen van 7 volle weken vanaf de dag na het Pascha-offer. In Leviticus chapter 23, verse 15, you shall count from the morrow after the day of rest, from the day that you brought the Omer of the waving,
7 weeks shall there be complete. Leviticus 23, vers 15. U moet dan vanaf de dag na de Sabbat gaan tellen, vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt. 7 volle weken zullen het zijn. As I mentioned, it's really only here that we can begin to understand what Feast of Weeks even means when it's used in Exodus chapter 34. Waar ik al eerder op wees, pas vanaf hier kunnen we ook maar enig idee hebben waar het over gaat als we het hebben over het wekenfeest. We also can understand in Leviticus chapter 23 what this holiday has to do with the wheat harvest, which we also saw expressed in Exodus chapter 34 without an explanation. En uit deze teksten kunnen we ook opmaken wat dat wekenfeest te maken heeft met de tarweoogst, wat we ook, waar we ook over lazen in Exodus 34 zonder verdere toelichting. And remember, there it was the first fruits of the wheat harvest. En herinner u dat daar stond de eerste vruchten van de tarweoogst. And in Leviticus chapter 23, in verse 17, we read, you shall bring out of your dwellings 2 wave loaves of 2/10 parts of an ephah. They shall be of fine wheat flour. They shall be baked with leaven for first fruits unto God. So, first fruits of the wheat harvest. It's right over here. In Leviticus 23, vers 17 lezen we: uit uw woongebieden moet u 2 broden meebrengen voor een beweegoffer. Ze moeten van 2/10 eva tarwebloem zijn, met zuurdeeg gebakken. Het zijn de eerstelingen voor de Heere. So, what's the name of this holiday in Leviticus chapter 23? Dus wat is de naam van dit feest in Leviticus 23? We read in verse 21, you shall make proclamation on the selfsame day, there shall be a holy convocation unto you, you shall do no manner of servile work, it is a statute forever in all your dwellings throughout your generations. We lezen in vers 21, u moet op diezelfde dag uitroepen dat u een heilige samenkomst hebt. U mag geen enkel dienstwerk doen. Het is een eeuwige verordening in al uw woongebieden, al uw generaties door. So what's the name of the holiday here? Dus wat is nu de naam van het feest hier? It doesn't have a name here at all. Het heeft helemaal geen naam hier. Maybe it doesn't have a name in Leviticus chapter 23 because Leviticus chapter 23 is explaining to us what we had seen in Exodus chapter 34. Misschien heeft het geen naam hier in Leviticus 23, omdat dit hoofdstuk uitlegt wat we eerder zagen in Exodus 34. Because remember, in Exodus chapter 34, verse 22, we had no idea what Feast of Weeks meant, nor what the first fruits of the wheat harvest mean. Want herinner u, in Exodus 34 hadden we geen enkel idee wat de term wekenfeest betekende en ook niet wat de eerste vruchten van de tarweoogst betekende. At least in Leviticus chapter 23 that becomes clear. En dat wordt in ieder geval duidelijk in Leviticus 23. Now for now we continue with the fourth passage in which this holiday appears, which is in Numbers chapter 28. En dan gaan we door naar de volgende passage waarin dit feest genoemd staat, en dat is in Numeri 28. Here in verse 26, it seems that the holiday has a new name again. En het lijkt erop dat het feest hier opnieuw een andere naam heeft. Here we read in the day of the first fruits, when you bring a new meal offering unto God. In your Feast of Weeks, you shall have a holy convocation. Hier lezen we, ook op de dag van de eerstelingen moet u de Heere een nieuw graanoffer aanbieden in uw wekenfeest. Now the truth is that in this verse, it's not clear whether it's referring to in your Feast of Weeks or in your weeks. Because in the Hebrew, feast does not appear.
En het is in het Hebreeuws niet helemaal duidelijk, of het is niet helemaal duidelijk of het moet zijn in uw wekenfeest of in uw weken, omdat in het Hebreeuws het woordje feest niet voorkomt. We realize it is the same holiday in any case, because we see the same themes, Feast of Weeks and First Fruits. But it still seems to be known here by the name of the Day of the First Fruits. We weten wel dat het gaat om hetzelfde feest, want we zien dezelfde thema's terugkomen. Wekenfeest en eerstelingen. Maar hier wordt het wel de dag van de eerstelingen genoemd. Note that in Numbers there isn't a word about the harvest at all. En merk op dat in Numeri hier met geen woord gerept wordt over een oogst. There is still reference to the first fruits and of course to the Feast of Weeks, but nothing about the harvest. Er wordt wel gerefereerd aan de eerstelingen en aan het wekenfeest, maar er staat niks over een oogst. And then finally we go to the last passage that introduces this holiday, which is in Deuteronomy chapter 16. En dan gaan we naar de laatste passage die dit feest beschrijft, en dat is in Deuteronomium 16. Here there is only one name and one identity. Hier staat maar één naam en één identiteit. That is, after talking about counting 7 weeks, we read in chapter 16 verse 10, and you shall make the Feast of Weeks. Daar lezen we dat na het tellen van 7 weken, in vers 9, lezen we in vers 10, daarna moet u het wekenfeest houden. When in verse 16 we get a summary of the 3 pilgrimage festivals. En dan in vers 16 krijgen we een samenvatting van de 3 pelgrimsfeesten. There still is the Feast of Unleavened Bread. We've seen that all along. En daar staat nog steeds het feest van de ongezuurde broden, zoals we eerder ook zagen. And the Feast of Weeks. That's the only name that appears in Deuteronomy. En het wekenfeest dan, en dat is de enige naam die in Deuteronomium voorkomt voor dat feest. Now, the third holiday is the Feast of Tabernacles. It's not the Feast of Ingathering, as we saw in Exodus chapter 23 and Exodus chapter 34. En het derde feest heet hier Loofhuttenfeest. En dat is dan weer niet hetzelfde als dat we eerder lazen in Exodus 23 en 34, waar het feest van de inzameling stond. But that's okay, because we can see in verse 13 that the Feast of Tabernacles is at the time of ingathering, which we also saw in Leviticus chapter 23, although we're not discussing that now. Maar dat is op zich niet zo erg, want in vers 13 kunnen we zien dat het Loofhuttenfeest wel degelijk tijdens de inzameling valt. En dat hadden we ook in eerdere hoofdstukken wel kunnen zien, maar daar hebben we het vanavond even niet over. So we see an interesting development over the course of these passages. Dus we zien een interessante ontwikkeling in de loop van deze passages. In the first passage, Feast of Weeks didn't appear at all in Exodus chapter 23. In de eerste passage in Exodus 23 kwam het woord wekenfeest helemaal niet voor. We saw there was something about the weeks in Exodus chapter 34, in Leviticus chapter 23 and in Numbers chapter 28. We zagen dat er iets aan de hand is met weken in Exodus 34, Leviticus 23 en Numeri 28. We get to Deuteronomy chapter 16 and it's only Feast of Weeks and nothing else. En dan komen we bij Deuteronomium 16 en dan gaat het alleen maar over het wekenfeest en over niets anders. Feast of Harvest, that was the name in Exodus chapter 23. We saw something about harvest in Exodus chapter 34 and although not directly related to the holiday, in Leviticus chapter 23, in Numbers and in Deuteronomy, nothing at all about the harvest. En
in Exodus 23 zagen we nog wel de term feest van de oogst. En ook in Exodus 34 zagen we die oogst nog wel terugkomen. En in Leviticus 23 werd dat al een heel stuk minder. En zeker in Numeri en Deuteronomium hebben we daar geen referentie meer naar gezien. And what about the first fruits? En hoe zit dat met de eerstelingen? That is, as we noted with respect to the first fruits, that was a theme that appeared in different ways in the two passages in Exodus. It was in chapter 23, the first fruits of your labors. In chapter 34, the first fruits of the wheat harvest. And in Leviticus chapter 23, the meal offering was first fruits unto God. En ook daar werd in verschillende termen over gesproken. In Exodus 23 ging het over de eerste vruchten van uw werk. In Exodus 34 over de eerste vruchten van de tarweoogst. En in Leviticus 23 staat dat de eerstelingen als beweegoffer gebracht moeten worden voor de Heere. In Numbers chapter 28 it becomes the day of the first fruits. En dan in Numeri 28 wordt het de dag van de eerstelingen. En in Deuteronomy chapter 16 the first fruits is gone completely as well. It's only the feast of weeks. En dan in Deuteronomium 16 is er weer helemaal niets te bespeuren van eerstelingen. Dat feest wordt alleen maar wekenfeest genoemd en niets anders. What's going on here? Wat is hier aan de hand? Maybe the best place to start is with what is going on in Exodus. Misschien is de beste plaats om te starten om te kijken wat er aan de hand is in Exodus. Because, you know, besides Genesis, where it obviously wouldn't be relevant, in each of the other books of the Torah, the other four of the five books of Moses, we have a section on the holidays. We kunnen opmerken dat in Genesis was dit feest blijkbaar nog niet relevant, maar in elk van de vier andere boeken van de Torah wordt dit feest genoemd. Er staat een passage over de feesten. We saw that this is what we read in Leviticus chapter 23, in Numbers chapter 28 and on, and in Deuteronomy chapter 16. We zagen bijvoorbeeld in Leviticus 23, in Numeri 28 en verder en in Deuteronomium 16 dat dit feest genoemd werd. Why have two passages about the same subject in similar words, of course except for this holiday, just 11 chapters apart in Exodus? Maar waarom zou je nou twee passages hebben over hetzelfde feest, hoewel de naam dan net even anders is, slechts 11 hoofdstukken van elkaar af in hetzelfde boek, in Exodus? The three times in a year, when all your meals appear before God, we saw in Exodus chapter 23, and just 11 chapters later, three times in the year shall all your meals appear before the Lord God, the God of Israel. Why? In Exodus 23 zagen we dat er drie malen feest gevierd moet worden voor de Heere. En ook in Exodus 34 staat dat alles wat mannelijk is drie keer per jaar voor de Heere moet verschijnen. Waarom? But upon reflection, we realize something critical took place between Exodus chapter 23 and Exodus chapter 34. Maar als we het iets verder onderzoeken, dan realiseren we ons dat we nog een voorval moeten plaatsen tussen Exodus 23 en Exodus 34. In Exodus chapter 32, we read of the sin of the golden calf. Want in Exodus 32 lezen we over de zonde met het gouden kalf. The passage about the holidays in Exodus chapter 23 was part of the covenant that God made with Israel at Sinai. De passage in Exodus 23 was onderdeel van het verbond dat God sloot met het volk Israël bij de berg Sinai. But that covenant was broken by Israel sinning
with the golden calf. Maar dat verbond was verbroken door Israël, doordat ze zondigden met het gouden kalf. So it isn't sufficient to only speak of Exodus chapter 23, because in some sense it doesn't apply after the sin. Dus het is niet voldoende om alleen te spreken over Exodus 23, want op een bepaalde manier is dat niet meer van toepassing na de zonde met het gouden kalf. What happens in Exodus chapter 34 is, after the sin and the repentance and God's forgiveness, there's a new covenant. Wat er gebeurt in Exodus 34 is dat er na die zonde en na de bekering ook een nieuw verbond is. Part of the new covenant is the festivals. All the major aspects of the first covenant need to be repeated again in establishing this second covenant in order to emphasize that after God's forgiveness, everything is restored. En de feesten maken onderdeel uit ook van dat nieuwe verbond. En ze moeten als het ware herbevestigd worden om duidelijk te maken dat die feesten ook onderdeel zijn van dat tweede verbond. So we have another passage of festivals, 11 chapters after Exodus chapter 23, in the re-establishment of the covenant in Exodus chapter 34. En daarom hebben we dus slechts 11 hoofdstukken na Exodus 23 opnieuw een passage die spreekt over de feesten bij de herbevestiging van het verbond. Almost exactly the same thing, except of course, it's not. Het is bijna hetzelfde, behalve dan dat dat niet helemaal waar is. If it were exactly the same thing, we wouldn't be so confused about the identity of this holiday. Want als er natuurlijk precies hetzelfde had gestaan, dan waren we niet in verwarring gekomen over hoe dat feest nou genoemd moet worden. Remember, it was identified as the Feast of Harvest in Exodus chapter 23. In Exodus 23 werd het immers oogstfeest genoemd. Now of course, it should be perfectly obvious to us that in speaking of the Feast of Harvest in Exodus chapter 23, nothing could be further from God's command than a kind of a pagan harvest festival celebrating the bounty of the harvest. Het zal ons ongetwijfeld duidelijk zijn dat terwijl dat feest het oogstfeest wordt genoemd, niets verder van God afstaat dan een of ander heidens feest waar op een losbandige manier het binnenhalen van de oogst zou worden gevierd. First of all, that would be focused exclusively on the physical. And we only focus upon the physical as means to the spiritual. Ten eerste zou dan de focus volledig liggen op het materiële. En we zien het materiële alleen als een middel tot het spirituele, het geestelijke. Second of all, harvest is something that happens to you. En ten tweede is een oogst iets wat aan jou gedaan wordt. That is, it doesn't happen by itself. You worked hard the entire growing season in order to be able to get to the harvest. Dat is, het komt niet vanzelf. Je hebt er hard voor moeten werken om die oogst binnen te halen. But once you've done all of that, the harvest is something that happens to you. It's not something that you bring about. Maar als het die oogst binnen is, dan is dat oogstfeest, valt jou te beurt. Het is niet iets wat jij veroorzaakt of in gang zet. And obviously here also, even though God speaks of the Feast of the Harvest, of course we understand that doesn't mean it's just going to be celebrating the harvest. It must involve some spiritual effort, some spiritual growth in which you engage because of the harvest, but not simply celebrating the harvest.
En het mag duidelijk zijn dat ook hier, als er gesproken wordt van het feest van de oogst, het niet alleen gaat om het vieren van die oogst op een materiële manier, maar dat er ook een geestelijke component in betrokken moet zijn. Iets waarbij je zelf ook echt betrokken bent op een, ja, om die geestelijke betekenis te beleven. So it should be completely obvious to us that when we speak of the Feast of the Harvest, we're speaking of a spiritual celebration that makes expectations of us and our spiritual efforts. Dus het moet duidelijk zijn dat als er gesproken wordt over het oogstfeest, dat het tevens gaat over een geestelijk feest waarin iets wordt verwacht van een geestelijke inspanning van onze kant. All that should be obvious. It should be self-evident. Dat moet allemaal duidelijk zijn. Dat legt zichzelf uit. But maybe after the sin of the golden calf, nothing is so obvious or self-evident. Maar misschien na de zonde van het goud, met het gouden kalf, is er niets meer zo duidelijk of dat het zichzelf uitlegt. And that is why when we get to Exodus chapter 34, after the sin and the repentance and the forgiveness, it's not a feast of harvest anymore. En dat is waarom in Exodus 34, na de zonde, na de bekering en na de vergeving, dit feest geen oogstfeest meer genoemd wordt. It's a feast of weeks, which as we've seen, becomes clear, becomes meaningful, only when we get to Leviticus chapter 23 and we learn about counting the weeks. Het is hier het feest van de weken, het wekenfeest. En de betekenis van die weken wordt pas duidelijk in Leviticus 23, zoals we eerder al hebben gezien. Now we've spoken elsewhere about this counting of the Omer, the 50 days to the absolute, the 7 weeks plus one of going beyond the world of nature. We're not going to talk about that now, but what we will stress is counting unequivocally is something that makes demands of you. You count. You need to grow. En we hebben het eerder ook al gehad over het tellen van de Omer, de 50 dagen tot aan het hoogtepunt. 7 volle weken plus 1 dag om als het ware boven de natuur uit te stijgen, boven het natuurlijke. En het tellen van die Omer is duidelijk iets waarin jij betrokken bent, want jij telt voor geestelijke groei. Counting the Omer means making every day count as you grow from stage to stage. Het tellen van de Omer betekent dat jij telt van dag tot dag terwijl je geestelijk groeit van het ene niveau naar het volgende. One of the aspects of that growth and development that we noted is that the meal offering of the Omer is brought, well, from the beginning of the harvest without the Torah actually telling us what it comes from, what the species is. And sorry, could you repeat that? The Torah doesn't tell us what species is used for the meal offering at the beginning of that counting of the Omer. It just says that we bring a meal offering from the new harvest. Aan het begin van het tellen van de Omer wordt een graanoffer gebracht, maar er staat niet vermeld van welk soort graan dat graanoffer is. Likewise, in Deuteronomy chapter 16, in verse 9, it's you count from the time the sickle is first put to the standing grain. In other words, again, the beginning of the harvest
without even telling us what you're harvesting. In Deuteronomium 16 vers 9 staat, 7 weken moet u voor uzelf aftellen. U moet de 7 weken beginnen te tellen vanaf het moment dat men met de sikkel begint te oogsten in het staande koren. Maar ook in deze tekst staat niet vermeld van welk soort dat koren dan is. So do we know what the species is with which the harvest of the grain begins? En weten we dus van welke graansoort het koren is waarmee de graanoogst begint? The answer is yes, but not from the Torah. En het antwoord is ja, dat weten we, maar niet vanuit de Torah. First of all, we would know simply by familiarity with the agricultural year in the land of Israel. Ten eerste kunnen we dat opmaken uit bekendheid met de landbouwcyclus zoals die is in het land Israël. The first grain that ripens in the land of Israel is barley. Het eerste graan dat rijp wordt in Israël is gerst. We also see in another book of the Bible that the harvest begins with the barley. We zien ook in een ander boek van de Bijbel dat de oogst begint met de gerstoogst. We'll return to this point a little bit later, that at the end of chapter 1 of the book of Ruth, we read that Naomi and Ruth return to Bethlehem at the beginning of the barley harvest. En we komen hier later nog op terug. Aan het einde van hoofdstuk 1 van het boek Rut lezen we dat Naomi en Rut terugkeren naar Bethlehem ten tijde van het begin van de gerstoogst. After the barley harvest came the wheat harvest. En na de gerstoogst kwam de tarweoogst. The difference traditionally between barley and wheat was that the barley was for the most part considered animal food. En het verschil tussen beide granen is dat traditioneel de gerst wordt gezien als een veevoeder. Wheat, especially the fine wheat flour that we are bidden to bring in the new meal offering in Leviticus chapter 23, is the food for human beings. En tarwe, en in het bijzonder de fijne meelbloem waaruit het graanoffer bestaat in Leviticus 23, is bedoeld voor mensen. So inevitably you also sense that there's a process here of growth and development from a kind of animal level of merely physical liberation, which is Passover, to a higher spiritual plane, which takes place in the Feast of Weeks, at the time of the harvest. Dus je voelt al aan dat er sprake is van een bepaalde groei hier. Namelijk een focus die gaat verlegd wordt vanaf het pure materiële, namelijk de bevrijding uit Egypte ook, die ten tijde van die gerstoogst plaatsvond, naar iets wat meer geestelijke inhoud heeft bij het wekenfeest. So of course, again we'll note that in Leviticus chapter 23 there isn't a name, perhaps because it's really coming to explain what we read in Exodus chapter 34, the festival of weeks, something you need to do, you need to count, you need to grow, and it's first fruits of the wheat harvest, because you're becoming a human being, not just an animal bringing barley. En misschien dat we in Leviticus 23 dus geen naam lezen voor het feest. Omdat, zoals we eerder opmerkten, het wellicht een verdere uitwerking is van wat we eerder lazen in Exodus 34. Waar dat feest expliciet wekenfeest wordt genoemd. Omdat jij moet tellen en jij moet geestelijk groeien. Jij moet iets doen. En
Ook vanwege het aspect dat het over tarwe gaat en niet over gerst. Je gaat naar een meer menselijk niveau in plaats van alleen een offer te brengen als een soort dier. So there's this growth process that's happening in the way the holiday is described. First it's a harvest festival, but maybe that could be misunderstood. So after the repentance from the sin of the golden calf, it's a festival of weeks, emphasizing what you need to do and how you need to grow. And once you get to Leviticus chapter 23, that becomes already the central theme. The harvest is really only subordinated to bringing the offerings to the temple. Dus we zien in de benaming van de feesten ook een progressie van het materiële naar het geestelijke. Eerst werd het alleen het oogstfeest genoemd en daarna het wekenfeest om te benadrukken dat jij iets moet doen, jij moet tellen, jij moet geestelijk groeien. En dat was lang. the subject of the harvest in Leviticus is only there as the background for the meal offerings. En de beschrijving in Leviticus 23 staat daar alleen als achtergrond voor de graanoffers. We get to Numbers and Deuteronomy, nothing about the harvest at all. De graanoogst wordt dus ondergeschikt. En in Numeri 28 en Deuteronomium 16 lezen we helemaal niks meer over die graanoogst. The emphasis, especially as the nation of Israel prepares for entering into the promised land, is the spiritual effort you need to do that makes it the Feast of Weeks, because it's counting those weeks of growth, of development, of maturing spiritually in your relationship with God. En boy. Sorry, try a little smaller chunks, please. Again, in Numbers and Deuteronomy, nothing about the harvest. As the nation prepares to enter into the land, the emphasis is much more pronounced on your spiritual growth and development, your maturing in your relationship with God. Terwijl het volk op het punt staat om het beloofde land binnen te gaan, komt de nadruk dus steeds meer te liggen op wat jij moet doen. Jij moet tellen, jij moet geestelijk groeien. Een voorbereiding op hun geestelijke taak ook in het land Israël. Om in relatie te treden en te zijn en te blijven met de Heer. That's all about your counting and getting to the Feast of Weeks. En dat gaat allemaal over tellen en het bereiken van jouw wekenfeest. Not something that happens to you, but something that you need to do to get yourself ready. Niet iets wat jou simpelweg in je schoot valt, maar iets wat jij moet doen om je klaar te maken. And that finds its expression in this third name, stressed in Numbers, but we already saw the idea of the first fruits before in Exodus and Leviticus, where it becomes the day of the first fruits. En dit zien we terugkomen in Numeri 28, waar het belang van die eerstelingen groter wordt, omdat het daar ook het feest van de eerstelingen genoemd wordt. Now, the subject of the first fruits demands of us to consider yet a sixth passage in the Torah that's relevant to this holiday. En nu dat we het over die eerstelingen hebben, moeten we nog kijken naar een zesde passage over de Torah die daarover gaat. As I mentioned, there are five passages that refer to this holiday explicitly, and
Another two that refer to it indirectly. Zoals ik eerder zei, zijn er 5 teksten in de Torah die expliciet spreken over het feest en 2 die er zijdelings naar verwijzen. The first of them is Deuteronomy chapter 26. De eerste daarvan is Deuteronomium 26. That is, in chapter 26, we read of the commandment that you shall take of the first of all the fruit of the ground. Daar lezen we in 26 vers 2 dat u van de eerstelingen neemt van alle vruchten van het land die u binnenhaalt van uw land. I must admit it's a different word than the first fruits, the bikurim, but it is an emphasis upon the first. And we call this commandment also bringing the bikurim, bringing the first fruits. Ik moet wel toegeven dat hier in de grondtekst een ander woord staat voor eerstelingen. Eerder was dat bikurim. Maar niettemin spreekt deze passage wel over eerstelingen. En deze passage wordt ook aangehaald bij het brengen van die eerstelingen die bikurim worden genoemd. You bring these first fruits to the holy temple, come before the priest. Je brengt deze eerstelingen naar de tempel en brengt ze naar de priester. And you make a declaration. En dan leg je een verklaring af. I profess this day unto God your Lord that I am come unto the land that God swore unto our fathers to give us. Ik verklaar heden voor de Heere uw God dat ik gekomen ben in het land dat de Heere onze vader gezworen heeft ons te geven. Vers 3. And what follows is a declaration that begins with verse 5 and concludes in verse 10. Pretty much a brief synopsis of all of the history of Israel. En dan volgt een verklaring vanaf vers 5 tot en met vers 10. Eigenlijk een soort samenvatting van de historie van wat er met Israël gebeurd is. And it ends with your declaring you have brought the first of the fruit of the land that God gave you, and you set it down before God your Lord and prostrate yourself before God your Lord in the holy temple. En het eindigt ermee dat je verklaart dat je de eerstelingen van de vruchten van het land hebt gebracht en zet je ze neer voor het aangezicht van de Heere en dan bied je dat aan. Je buigt je neer. And of course, here as well, the message of the first fruits is you're taking the physical as means to the spiritual. En ook hier natuurlijk hebben die eerstelingen de betekenis dat je het natuurlijke pakt, het materiële, als middel tot iets geestelijks. Just like when you began to count at the beginning of the harvest. Net zoals dat je begon te tellen aan het begin van de oogst. When the materialist, who is only looking forward to the harvest, finishes counting, you start counting. En aan het begin van die oogst, dan zal de materialist stoppen met tellen, maar daar begin jij pas met tellen. The first fruits you bring to the holy temple. De eerste vruchten breng je naar de tempel. And there's an additional dimension that I think it's important for us to note here, which is expressed in verse 2, which first fruits? En er is een extra dimensie waar we even op moeten letten. Die wordt duidelijk uit Deuteronomium 26 vers 2. En de vraag is namelijk, over welke eerstelingen hebben we het? Well, we read in verse 2, the first fruit that you bring in from your land that God your Lord gives you. Het gaat namelijk om de eerstelingen van alle vruchten van het land die u binnenhaalt van uw land dat de Heere uw God u geeft. That is specifically from the fruit of the Holy Land, with which the Holy Land, the land of Israel, is praised.
En dat gaat dus specifiek over de eerstelingen, de vruchten van het Heilige Land. En ook die vruchten waarvoor het land Israël wordt geprezen. Which species? We read in Deuteronomy chapter 8, verse 8, that the land is a land of wheat and barley and grapevines and fig trees and pomegranates, a land of oil olive trees and date honey. En welke vruchten dat zijn, waar het land om wordt geprezen, vinden we in Deuteronomium 8, vers 8. Een land met tarwe en gerst, wijnstokken, vijgenbomen en granaatappels. Een land met olierijke olijfbomen en dadelhoning. Now I have to admit that this list is somewhat puzzling. En ik moet toegeven, deze lijst is een tikkeltje raadselachtig. We have other lists of species associated with the land of Israel in the Bible. We hebben nog meer rijtjes met vruchten zoals die groeien in het land Israël. In Leviticus chapter 23 verse 40 we read of four completely different species that are used in order to praise God on the holiday of tabernacles. In Leviticus 23 vers 40 lezen we over vier totaal andere soorten die gebruikt worden om God te prijzen tijdens het Loofhuttenfeest. In Genesis chapter 43 verse 11 we read a completely different list of species that Jacob bids his sons take with them on their second encounter with this strange and scary ruler in Egypt, the choice fruits of the land. And they're not the same list as in Deuteronomy chapter 8 verse 8. En in Genesis 43 vers 11 lezen we een compleet andere lijst van delicatessen uit het land Israël, die Jacob zegt dat zijn zonen mee moeten nemen naar hun tweede ontmoeting met die vreemde, enge heerser in Egypte. Dat is een totaal andere lijst dan in Deuteronomium 8 vers 8. I must share with you that many years ago I heard a fascinating botanical agricultural explanation of why these seven species. En ik wil met jullie delen dat ik een aantal jaren geleden een uitleg hoorde, een botanische, een agrarische uitleg over waarom nu juist deze zeven soorten. It turns out that these species, wheat, barley, grapes, figs, pomegranates, olives and dates, are all very vulnerable to changes in the weather during the period between Passover and Shavuot, that is this time of year. En in die uitleg werd gezegd dat al die zeven soorten, tarwe, gerst, druiven, vijgen, granaatappels, olijven en dadels, dat die allemaal heel kwetsbaar zijn voor veranderende weersomstandigheden tussen Pesach en Shavuot, het wekenfeest, deze tijd van het jaar. Anyone who has been in the land of Israel at this time of year knows very well how fickle the weather is, how quickly it can change from hot and dry to cool, even cold, and even wet, even though it's the beginning of the dry season. En iedereen die in deze tijd in Israël is geweest, weet dat het weer heel gemakkelijk kan omslaan in Israël in deze tijd. Van droog en warm naar koel of zelfs koud en heel regenachtig. Ook al is het begin van het droge seizoen. Now, as a result, since changes in the weather can have such a pronounced effect on these species, the pagan Canaanites who lived here before the nation of Israel developed very elaborate and frankly grotesque rituals
to ensure a bountiful harvest. En omdat die soorten zo kwetsbaar zijn voor die weersomstandigheden, hebben de Canaanieten die ervoor de Israëlieten woonden, er hele uitgebreide en grootse rieten omheen gemaakt om zich te verzekeren van een goede oogst. Of course, it's tempting to say simply that since the Canaanites had these idolatrous pagan ceremonies in order to have a bountiful harvest, so the Torah commands us to do the opposite, to take these species in order to serve God and praise God in the Holy Temple, the opposite of the Canaanites and their pagan practices. Je zou kunnen zeggen dat als reactie op die afgodische en heidense praktijken van de Canaanieten om zichzelf te verzekeren van een goede oogst, de Israëlieten juist het tegenovergestelde moeten doen. Namelijk, zij nemen die eerste vruchten van de oogst, juist van deze zeven soorten, om de Heer onze God te prijzen in de tempel. But of course it's really much deeper than that. Maar natuurlijk gaat het nog veel dieper dan dat. First of all, the ceremony of bringing the first fruits is not to achieve a bountiful harvest. It's after the harvest, taking the harvest as means to thanking God. That is, not the physical as an end in itself, physical as means to spiritual. Ten eerste worden die eerstelingen niet gebruikt om voor een goede oogst te bidden of om die af te dwingen. Nee, je neemt de eerste vruchten na de oogst. En als je die dan aanbiedt, dan doe je dat niet alleen om die eerstelingen aan te bieden als een materieel iets, maar je doet dat als middel voor een geestelijk doel. Second, and maybe even more important, the ceremonies of the pagan Canaanites were basically ceremonies in order to get the goods from their gods. En ten tweede werden die heidense afgodische praktijken van de Canaanieten zo gebruikt, zodat ze als het ware hun goden een goede oogst konden aftroggelen. It had nothing to do with a spiritual transformation. In fact, it had nothing to do with a transformation at all. Het had helemaal niks te maken met een geestelijk groeiproces, een transformatie. Het had helemaal niet met enige transformatie te maken. Just finding the right devices to get the goods that you want from the gods. Simpelweg de juiste manier vinden om de goederen te ontvangen van je goden. Which is why frequently these ceremonies were grotesque, inhuman, human sacrifice, all sorts of barbaric practices, because there wasn't any kind of inner transformation, it was just to get the goods. En het is daarom dat deze feesten zo buitensporig waren vaak, onmenselijk, met barbaarse rituelen. Want het ging namelijk niet om een geestelijke transformatie. Het ging er gewoon simpelweg om jezelf goederen te verschaffen. And of course in the Torah, it is just the opposite. Again, it's physical as means to the spiritual. Means to your transforming yourself. Just like after the harvest, after the materialist finishes counting, you start counting. En natuurlijk zit het zo niet in de Torah. Daar gaat het juist om die geestelijke component. Nogmaals, je gebruikt het natuurlijke, het materiële, voor als middel tot een geestelijk doel. Namelijk om een innerlijke transformatie op gang te brengen. Dus niet stoppen met tellen als de oogst binnen is, maar dan begin je met tellen voor die geestelijke transformatie. We see this difference in perspective in another admittedly sad passage
in de Torah, in Numbers chapter 13. We kunnen dit ook zien in een wat trieste passage in Numeri 13. Now, as for the connection of this passage to this time of year, it's explicit in verse 20. De connectie met de andere passages wordt duidelijk in Numeri 13, vers 20. We read in Numbers chapter 13 of Moses sending the spies to check out the land of Israel. We lezen in Numeri 13 over de spionnen die Mozes op pad stuurt om het land te verkennen. The Torah tells us the time was the time of the first ripe grapes. En de Torah vertelt ons dat dat ten tijde was van de dagen dat de eerste druiven rijp waren. And indeed, in verse 23 we read, they came unto the valley of Eshcol and cut down from thence a branch with one cluster of grapes. And they bore it upon a pole between two. They took also of the pomegranates and of the figs. Note, three of the seven species. Grapes, pomegranates and figs. En dan lezen we in vers 23. Daarna kwamen zij aan in het dal Eshcol en sneden daar een rank af met een tros druiven die ze met z'n tweeën aan een draagstok moesten dragen. Ook namen ze wat granaatappels en wat vijgen mee. Merk op, dit zijn drie van de zeven soorten van het land. Druiven, granaatappels en vijgen. En in the continuation of the chapter, we read what happened. They returned to Moses and Aaron and the congregation of the nation of Israel. They show them the fruit. They say, we came unto the land where you sent us, and surely it flows with milk and honey, and this is the fruit of it. En dan komen in vers 27, die spionnen komen terug naar Mozes en doen verslag aan hem en aan de hele vergadering van de Israëlieten. Ze tonen hen de vruchten en zeggen dan, we zijn in dat land gekomen waarheen u ons gestuurd hebt. En werkelijk, het vloeit over van melk en honing en dit is zijn vrucht. This is the fruit. Take it. We're not going. It's not where we want to go. En ze zeggen als het ware, hier zijn die vruchten, neem ze maar, wij willen er niet heen gaan. Because, verse 28, the people that dwell in the land are fierce, and the cities are fortified, and very great, and so on and so forth. Want, lezen we in vers 28 verder, het volk echter dat in het land woont is sterk, de steden zijn versterkt, heel groot, en ook hebben wij daar nakomelingen van Enak gezien. This is what happens when you relate to the first fruits as an end in itself, rather than means to a spiritual end that goes beyond. Dit is wat er gebeurt als je naar de eerstelingen refereert als puur iets materieels en niet als een middel voor een geestelijk doel. I feel compelled to share with you a rule that we have in our tradition that one can bring the first fruits for this ceremony that we saw in Deuteronomy chapter 26, only from the festival of Shavuot, the Feast of Weeks, and on. Ik wil met jullie een traditie delen waarin gezegd wordt dat de eerstelingen die beschreven staan in Deuteronomium 26 pas aangeboden kunnen worden vanaf de tijd van Shavuot, van het wekenfeest, en daarna. That is, you don't need to bring the first fruits specifically on the holiday, because many fruits are not yet ripe. You can bring the first fruits anytime over the course of the summer and read this passage of Thanksgiving, but you can't bring it before the festival. Dat is, je hoeft het dus niet per se op het wekenfeest te brengen. Dat kan ook daarna gedurende de zomer, want misschien zijn nog niet alle vruchten rijp. Maar tenminste mag je niet voor het wekenfeest die passage
die verklaring afleggen uit Deuteronomium 26 en die eerste vruchten brengen. Why can't you bring it before the festival? En waarom kun je dat dan niet brengen voor het festival? Because until you're finished counting, you're not ready to relate to the first fruits as means to a spiritual end. You might think they're an end in themselves. Wait until you've finished counting. Wait until you have matured in your relationship with God. Dat is omdat je dan nog niet klaar bent met tellen. En je bent er dan nog niet klaar voor om te begrijpen dat die eerstelingen geen doel in zichzelf zijn. Niet alleen het materiële telt, maar dat ze een middel zijn tot geestelijke groei. Dus wacht totdat je klaar bent met tellen en dat je voldoende geleerd hebt om in relatie te zijn met de Heer. One additional theme I'd like to note briefly. We've discussed this at other occasions. And that is the expression concerning the land of Israel that it is a land flowing with milk and honey. Ik wil nog één opmerking maken over iets waar we het ook eerder al eens over hebben gehad. En dat is dat het land hier een land dat overvloeit van melk en honing wordt genoemd. We find the expression in Deuteronomy chapter 26 verse 9 in the declaration that you make when you bring the first fruits to the temple. We vinden die uitdrukking onder andere in Deuteronomium 26 vers 9 in die verklaring die je aflegt als je de eerste vruchten naar de tempel brengt. We find the same expression as a kind of caricature in Numbers chapter 13 verse 27. Sure, it flows with milk and honey and this is its fruit. En we vinden diezelfde uitdrukking ook in Numeri 13 vers 27 als een soort negatieve karikatuur van het land. En werkelijk, het land vloeit over van melk en honing en dit is de vrucht. This is indeed a recurrent theme in describing the land and it goes back to the get-go when God at the burning bush gave Moses the strategy, the plan. It was, I am going to deliver them out of the hand of the Egyptians, bring them up out of that land unto a good land and a large, unto a land flowing with milk and honey. Exodus chapter 3, verse 8. From then and on, this is the identity of the land. En deze zin die wijst helemaal terug naar de brandende braamstruik waar Mozes te horen krijgt dat God is neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren en het te leiden uit het land naar een goed en ruim land, naar een land dat overvloeit van melk en honing. Exodus 3 vers 8. Except that maybe this is a bad translation. Alleen misschien is dit niet een erg goede vertaling. Because the Hebrew zavat is never used for a normal blessed flow. Want het woord zavat wordt nooit in de Bijbel gebruikt voor een gezegende vloeiing. This was an observation of one of the great Bible scholars of the 19th century, whom we have mentioned in the past, Rabbi Samson Raphael Hirsch, who notes that the root of zavat is one that we find in another few contexts in the Bible. En deze observatie werd gedaan door een zeer bekende rabbijn uit de 19e eeuw, rabbijn Hirsch, en die verwijst naar een passage uit Leviticus 15. In Leviticus chapter 15, the same root appears in referring to a disease, an abnormal flow that people have coming out of their bodies. In Leviticus 15 wordt de stam van dat woord zava wordt gebruikt om een vloeiing te beschrijven van een ziekte. In a similar sense, in Lamentations, chapter 4, verse 9, describing
those who are dying of hunger, that their souls flow away, flow out of their bodies as if they are stricken through for want of the fruitage of the field. En ook in Klaagliederen 4 vers 9 is die betekenis niet positief. Zie, die vielen door het zwaard zijn beter af dan zij die vielen door de honger, want als doorstoken kwijnen die weg omdat de velden niets opbrengen. En het woordje wegkwijnen is hier dus weer dat wegvloeien eigenlijk, zava. So in these instances, the flow is neither positive nor healthy. Dus in beide gevallen is die vloeiing niet gezond en niet positief. And then in Psalm 78 verse 20 and Psalm 105 verse 41 and Isaiah chapter 48 verse 21, we encounter it in a different sense. The waters flowing out of the rock. Well, this may be something good, but it certainly is not normal. It's a miracle. Dan in diverse psalmen, in Jesaja 48, vinden we, psalm 78, 105 en Jesaja 48, vinden we die vloeiing in verband met een wonder, namelijk dat water uit de rots vloeit. So, Rabbi Hirsch concludes that Zavat Chalav Udvash does not refer to a land that delivers forth its produce because of natural bounty. En zo concludeert Rabbijn Hirsch dat dat land overvloeiend van melk en honing, ja, niet gaat over een land dat uit zichzelf die, ja, op natuurlijke manier die vrucht voortbrengt en zijn land daarmee laat overvloeien. There is something unnatural about the bounty of the land of Israel. Er is iets onnatuurlijks aan die overvloed in het land Israël. It's physical, but only as means to spiritual. Het is een materiële overvloed, maar alleen als middel tot een geestelijk doel. This may help us understand another oddity in the principal discussions that pertain to this holiday. Sorry, the sound was breaking up there. This may help us to understand what might otherwise seem a very strange aspect of the way this holiday is described. En dit wijst ons op een iets geks in de manier waarop die feesten worden beschreven. I think we can observe a pattern in both of the principal passages in Scripture that talk about this holy day. In Leviticus chapter 23, after being told you shall make proclamation on the self same day a holy convocation, after that, we kunnen een patroon ontdekken in de twee voornaamste passages die dit feest beschrijven. Ten eerste in Leviticus 23, in vers 21, na het stukje u moet op diezelfde dag uitroepen dat u een heilige samenkomst hebt. We read in verse 22, and when you reap the harvest of your land, you shall not wholly reap the corner of your field, nor shall you gather the gleaning of your harvest. You shall leave them for the poor and for the stranger. I am God your Lord. Dan lezen we in Leviticus 23 vers 22. Wanneer u de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker bij het binnenhalen van uw oogst niet helemaal afmaaien. En wat van uw oogst is blijven liggen, mag u niet oprapen. U moet het laten liggen voor de armen en de vreemdeling. Ik ben de Heere uw God. And likewise, in Deuteronomy chapter 16, immediately after we read about the Feast of Weeks, we read in verse 11. En ook in Deuteronomium 16, direct nadat we gelezen hebben over die drie pelgrimsfeesten, lezen we in vers 11. And you shall rejoice before God your Lord, you, your son, your daughter, your manservant, your maidservant, and
the Levite that is within your gates, the itinerant teacher, and the stranger, and the fatherless, and the widow that are in the midst of you. Again, concern for the unfortunate ones. Daar staat, en u moet u verblijden voor het aangezicht van de Heer uw God, u, uw zoon, en uw dochter, uw slaaf, en uw slavin, en de leviet die binnen uw poorten is, en de vreemdeling, de wees en de weduwe die in uw midden zijn. De minder bedeelden worden er ook bij betrokken. And similarly, in Deuteronomy chapter 26, after we read of the bringing of the first fruit to the temple, in verse 11, you shall rejoice in all the good that God your Lord has given you and your house, you and the Levite and the stranger that is in the midst of you. Again, concern for those who are impoverished, concern for those who are unfortunate. En ook lezen we in Deuteronomium 26 vers 11, na die verklaring voor de eerstelingen, dat de Israëlieten zich zullen verblijden over al het goede dat de Heere uw God aan u en uw gezin gegeven heeft. U, de leviet en de vreemdeling die in uw midden is. Ook hier is er sprake van zorg voor de minder bedeelden en degenen die in armoede zijn vervallen. Why these passages about worrying about the poor? What does it have to do with Shavuot, with the Feast of Weeks? Waarom staan deze passages er over het zorgen voor de armen? Wat heeft dat te maken met Shavuot, het wekenfeest? What does it have to do with it? The answer, everything. Wat het ermee te doen heeft, het antwoord is, het heeft er alles mee te maken. There is no more tangible demonstration that you learn the lesson that the physical is means the spiritual than how you take your physical wealth and use it to support those who are impoverished, those who are destitute. Er is geen meer tastbare manier te verzinnen om te laten zien dat je de geestelijke les geleerd hebt dan door je materiële zegeningen te nemen en ze te gebruiken om de minder bedeelden mee te zegenen. In other words, what is expressed tersely as a potential in speaking of the Feast of the Harvest becomes clear once we understand what we mean when we speak of the Feast of Weeks and what we mean when we speak of the Day of the First Fruits. Kortom, deze connectie en de bedoeling achter het feest wordt duidelijk als we nadat we nader gekeken hebben naar de betekenis van het wekenfeest en de betekenis van de eerstelingen, het feest van de eerstelingen. Everything ultimately has a spiritual goal. Alles heeft uiteindelijk een geestelijk doel. The physical means the spiritual. Materieel betekent het geestelijke. And this brings vervult us to... het geestelijke. Sorry, vervult het geestelijke. And this brings us to the final passage that we'd like to discuss. That doesn't refer explicitly to this holiday, but it does appear to allude to it. En dan willen we nog naar een passage kijken die niet te expliciet spreekt over dit feest, maar die er wel een hint naar maakt. And that is Exodus chapter 19. En dat is Exodus 19. In the third month after the children of Israel were gone forth out of the land of Egypt, the same day they came into the wilderness of Sinai. In Exodus 19 vers 1. In de derde maand, op dezelfde dag dat de Israëlieten uit het land Egypte waren vertrokken, kwamen ze in de woestijn Sinai. And there is a description of Moses going up the mountain, coming down and telling the people of Israel what God has commanded. Er staat een beschrijving van Mozes die omhoog gaat naar de berg, weer naar beneden komt en aan het volk overdraagt wat God het volk geboden heeft. And God says to Moses in verse 10, sanctify them today and tomorrow. And Moses says to the people, be ready against the third day for 3 days. So Moses appears to be adding yet another day
all of this leading up to the revelation of God at Sinai. En dan lezen we in vers 10 dat God zegt tegen Mozes dat hij naar het volk toe moet gaan en dat ze zich moeten heiligen. In vers 15 zegt Mozes tegen het volk: wees over 3 dagen gereed, nader niet tot een vrouw. En dit alles leidt toe naar de openbaring van God op de berg Sinai. Since we count the 50 days from right after Passover, which is the first month, and this of course becomes clear in Exodus chapter 12, then the third month is when the count, the 50 days, is going to end. En als we bekijken wanneer we zijn begonnen met het tellen van die 50 dagen naar het wekenfeest toe, namelijk in de eerste maand, kort na het Pesach, na de uittocht, dan komen we na die 50 dagen te tellen uit in de derde maand. So, there certainly seems to be a connection. That is, when the revelation takes place at Sinai and when the holiday takes place, seem to be at least very closely linked. En door deze timing lijkt er wel degelijk een verband te zijn tussen het feest en de openbaring in de derde maand op de berg Sinai. Except the truth is, we really can't establish a precise coherence between the date of the giving of the Torah and the holiday of Shavuot. We kunnen alleen niet een eensluidende verband leggen voor een datum, zeg maar, waarop die Torah is gegeven en de timing van het feest. First of all, because the Bible doesn't tell us when the Torah was given. Ten eerste omdat de Torah ons niet precies vertelt wanneer die Torah is gegeven op de Sinai. It doesn't tell us when the Torah was given. An event that is undoubtedly the most important event in the history of the world. When God revealed his will and his word at Sinai. And we don't know what date it was. Vertelt de Bijbel ons niet wanneer de Torah werd gegeven? De Torah, de belangrijkste gebeurtenis in de wereldgeschiedenis, als God zich openbaart en die Torah geeft, weten we niet wat voor datum dat is? Indeed. There is, you know, a danger if you have things too well anchored in history. You might think the Torah belongs in the past. En er is inderdaad het gevaar dat als je te precies kunt duiden wanneer iets gebeurd is in het verleden, zoals het geven van die Torah, dat het iets is van het verleden, iets wat alleen relevant was in het verleden. The Torah is not one bit less relevant to us today than it was when it was given around 3,300 years ago. En die Torah is niets minder relevant voor ons dan toen hij gegeven werd, 3300 jaar geleden. Now it's ironic that we don't know the exact date on which the Torah was given, and we also don't actually have a date for this holiday. Het is wel ironisch dat, ja, we hebben geen exacte datum voor wanneer de Torah is gegeven, maar we hebben ook geen precieze datum over wanneer dat wekenfeest, of hoe het ook genoemd moet worden, gevierd wordt. What do I mean? We don't have a date of this holiday. Well, we don't have a calendar date on which the holiday takes place. Hoe bedoel je? Hebben we geen datum daarvoor? Nee, we hebben geen kalenderdatum voor wanneer dat feest gevierd moet worden. All we can say is that 50 days after Passover is Shavuot, the Feast of Weeks. We kunnen alleen zeggen dat 50 dagen na Pesach het wekenfeest is, Shavuot. But you know, the months of our year are lunar months. Maar
Weet je, de maanden die we gebruiken in deze kalenders zijn maanmaanden. The average length of a lunar month is a little bit more than 29 days and 12 hours. De tijd van een maand is net iets meer dan 29 dagen en 12 uur. Which means then that any given month can have either 29 or 30 days. En dat betekent dat iedere willekeurige maand 29 of 30 dagen kan hebben. Nowadays we know that because we have calendars, but the ideal is for the month to be sanctified by eyewitness testimony of those who saw the new moon. En tegenwoordig weten we welke maanden 29 of 30 dagen hebben, maar in ideale situatie wordt de nieuwe maand of de nieuwe maan vastgesteld door ooggetuigen die de eerste cycle van de nieuwe maan gezien hebben. So again, any individual month can be 30 days long or 29 days long. Dus nogmaals, iedere maand kan 29 of 30 dagen lang zijn. If both of the intervening months are 30 days long, then this holiday will be on the fifth day of the third month. Als beide maanden 30 dagen lang zijn, dan zou het feest plaatsvinden op de vijfde van de derde maand. If both months will have 29 days, then the holiday will be on the seventh day of the month. En als beide maanden 29 dagen zouden tellen, zou het feest plaatsvinden op de zevende van de derde maand. And of course, if one is 30 and one is 29, then it'll be on the sixth day of the month. En natuurlijk, als één maand 29 en de andere 30 telt, dan vindt het feest plaats op de zesde van de derde maand. There is no exact date, because it's all about counting the 7 weeks, the growing, the developing. Er is geen precieze datum bekend, omdat het allemaal gaat om het tellen, om de geestelijke groei en vooruitgang. But you know, there is an additional nuance that I feel compelled to share with you here. Maar er is nog een nuance die ik met jullie wil delen. And that admittedly is not written anywhere in the Bible, but we have an ancient tradition that the Exodus from Egypt happened on Thursday and the revelation at Sinai happened on Shabbat. En dit staat niet in de Bijbel, maar komt uit een oude traditie en die zegt dat de uittocht uit Egypte plaatsvond op donderdag en dat deze dag de openbaring op Sinai plaatsvond op een Shabbat. Quick calculation, if you're counting the 50th day from the day after the Exodus, from that Friday, then the holiday should be on Friday, not on Shabbat. Als je even snel met me meetelt en je begint te tellen van de dag na het Pesachoffer, dus op een vrijdag begint te tellen en je telt dan 50 dagen, dan moet het feest ook zijn op een vrijdag en niet op Shabbat. So of course, based upon that, we're not commemorating the giving of the Torah on the day of the Feast of Weeks, on the day of Shavuot. Dus als je daar naar kijkt, dan vieren we het geven van de Torah niet op dezelfde dag als Shavuot, het wekenfeest. The actual giving of the Torah was the next day. Het geven van de Torah vond dus blijkbaar plaats op de dag erna. But what happened on Shavuot that is relevant here, and that is precisely the same idea that we've been speaking about all along, is preparing yourself to receive the Torah. The day before is the day when you reached your maximum level of preparation. That's the celebration, that you prepared yourself to receive the Torah, not the actual receiving of the Torah. Dus Shavuot vindt dan dus één dag plaats voordat de Torah gegeven wordt.
En wat er dan gevierd wordt, is dat je je maximum geestelijke potentie hebt bereikt. Je bent maximaal geestelijk gegroeid en heb je voorbereid op het ontvangen van die Torah. Dus niet het ontvangen van de Torah zelf wordt dan gevierd met Shavuot, maar die voorbereiding erop. And that brings us to one final observation with respect to the two meal offerings that are brought, one at the beginning of the count of 50 days, and the other on Shavuot, on the Feast of Weeks, at the end of that count. En dat brengt ons naar nog een punt over de twee graanoffers die gebracht worden. De ene aan het begin van het tellen van die 50 dagen en de ander aan het einde daarvan. So you already noted one difference, and that is the species. That is, even though in Leviticus chapter 23, we just read, you shall reap the harvest thereof, and the first fruits of your harvest are that meal offering. Even though there isn't any precise statement of the species, as we noted in Ruth, we can determine that the barley harvest is the first harvest, and it is followed by the wheat harvest. Eén verschil hebben we al besproken, dat is het soort graan van het graanoffer. Het verschil tussen het eerste en het tweede graan en dat andere graanoffer. In Leviticus 23 vers 10 wordt er gezegd dat je de eerste schoof van de oogst moet gebruiken voor het graanoffer. En hoewel daar de soort graan niet genoemd staat, weten we uit Rut 1 dat het de gerstenoogst betreft en dat daarna pas de tarweoogst komt. So again, this is something we already noted, that you begin the period of counting with the animal food and you conclude it with the fine wheat flour for human beings that is brought as an offering on the holiday of Shavuot, the festival of weeks. Dus we beginnen de periode van het tellen met een graanoffer uit de gerstenoogst, een graanoffer uit het veevoeder, en we eindigen na die 50 dagen tellen met een graanoffer van fijn tarwebloem. There are another two important differences that I feel compelled to share with you. En er zijn nog twee belangrijke verschillen tussen die graanoffers die ik met jullie wil delen. One is the purpose of these two offerings. En één daarvan is het doel van die graanoffers. That is the barley offering that is brought on the day after the Passover offering is what allows people to eat of the new produce, the new grain harvest that has just begun to be harvested. En dat is dat eerste graanoffer die gebracht wordt op de dag na het Pesachoffer, die stelt de mensen in staat om te gaan eten van de nieuwe oogst. As we read in Leviticus chapter 23, verse 14, and you shall eat neither bread nor parched corn nor fresh ears until this selfsame day, until you brought the offering of your God. That is, from the new harvest, you only eat after this offering is brought. In Leviticus 23, vers 14 lezen we, u mag geen brood, geroosterd graan en vers graan eten tot op dezezelfde dag dat u de offergave van uw God gebracht hebt. Dat betekent dus dat je niet van de nieuwe oogst mag eten totdat het graanoffer gebracht is. So the barley offering is what allows you to eat of the new harvest in your home. Dus het gerstegraanoffer is wat jou in staat stelt om binnenshuis van de nieuwe oogst te gaan eten. But we read in verse 16 about this second offering, the fine wheat flour that is brought to the temple on this holiday, on the holiday of Shavuot, the Feast of Weeks, you shall present a new meal offering unto God. En in vers 16 lezen we over dat tweede graanoffer van fijn meelbloem dat wordt
aangeboden op de dag van Shavuot. En daar staat dat het een nieuw graanoffer is dat men aan moet bieden aan de Heer. What that means in our tradition is that even though you are allowed to eat of the new harvest, you're not allowed to bring a meal offering from the new harvest until after this offering is brought on Shavuot. Could you say that again? That even though you are allowed to eat of the new harvest for yourself in your home, you're not allowed to bring a meal offering to the Holy Temple from the new harvest until these two loaves are brought on Shavuot. Dus hoewel het is toegestaan om van de nieuwe tarweoogst te eten in je huis, is het niet toegestaan om een graanoffer te brengen uit de nieuwe oogst, totdat dit specifieke graanoffer voor Shavuot gebracht is uit die nieuwe oogst. And you might say, why not? En je zou je kunnen afvragen, waarom niet? Waarom is dat zo? You can eat it for yourself, but you can't bring it as an act of consecration, of devotion, as a meal offering to God. Je kunt dus wel van die nieuwe tarweoogst eten in je huis, maar je mag er niet van brengen als een graanoffer, geheiligd aan God. Maybe we can understand the answer. Now that we appreciate this process of growth and spiritual development, you start out at the beginning of this period with, well, barley, animal food. Misschien kunnen we het begrijpen waarom dat zo is aan de hand van wat we eerder hebben behandeld. Je startte met de gerstenoogst en dat is diervoeder. You can train an animal to eat certain foods and not eat other foods. So that's something that it's possible to do on an animal level as well. Je kunt een dier prima aanleren om een bepaald soort eten wel te eten en andere dingen niet. Dus dat is wat je een dier gewoon aan kunt leren. You cannot train an animal to bring an offering out of an act of devotion to God. Je kunt een dier alleen niet aanleren om een offer aan God te brengen uit toewijding. The Omer offering, the animal food, is something that equips us to be able to draw that distinction and say, this I eat and this I do not eat. Het graanoffer uit de gerst staat er dan als het ware voor dat het je in staat stelt om onderscheid te maken tussen dit eet ik wel en dat eet ik niet. But you need every year anew to go through this process of growth and spiritual maturation in order to be able to bring an act of devotion, an offering of consecration upon the altar to God. Maar je moet ieder jaar opnieuw die geestelijke groei doormaken om tot geestelijke volwassenheid te komen, om die daad van toewijding te doen, om een geheiligde gave op het altaar te brengen. And that brings me to my last point, the last difference between these two offerings that is very glaring. En dat brengt me tot het laatste punt van verschil tussen die twee graanoffers. We read here in Leviticus chapter 23 verse 17 that the two loaves that are brought on Shavuot, on the Feast of Weeks, are to be baked with leaven for first fruits unto God. We lezen in Leviticus 23 vers 17 over het graanoffer wat op Shavuot gebracht moet worden, dat het gaat om twee broden die met zuurdeeg zijn gebakken. The significance of the leaven. Het belang van het zuurdeeg. The Omer offering at the beginning of this period was certainly not leavened, because it was during Passover. There's no leaven around at all. Dat eerste graanoffer van de gerst, dat was zeker niet met zuurdeeg gemaakt. Dat was ongezuurd, want het was
Het wordt gebracht tijdens de periode van ongezuurde broden. This offering is specifically leavened. Maar dit offer is specifiek gezuurd. What does that leaven teach us? Wat leert dat zuurdeeg ons? Undoubtedly, it teaches us many things. Ongetwijfeld onderwijst ons dat vele dingen. But I think the most basic lesson is, in order to get a leavened loaf of bread instead of unleavened matzah, unleavened bread, what's the most important thing you need? Ik denk wel dat de belangrijkste les hierin bestaat. Wat is het verschil tussen een graanoffer dat gezuurd moet zijn en dat niet is, zoals de ongezuurde broden bij Pesach? If you've ever baked bread, you know the answer is patience. It's even more important than yeast to be patient. Als je ooit brood gebakken hebt, dan weet je dat het antwoord is geduld. Geduld is nog belangrijker dan gist. Leavening is a process. It doesn't happen instantaneously. You need a lot of patience. Het zuren van brood of het laten rijzen ervan is een proces. Je hebt er veel geduld voor nodig. Now granted, leavening is a natural process that happens on its own. But perhaps it is a symbol of something that needs to have its time for it to truly develop as it must. En toegegeven, het rijzen van brood, van deeg, is iets wat van nature gebeurt. We hebben daar zelf geen aandeel in. Maar misschien staat het symbool voor het geduld, de tijd dat we nodig hebben om dingen te laten rijpen en ontwikkelen tot een volwassenheid. En dat, most critically, is the message of the Feast of Weeks. En dat is het belangrijkste punt van het Wekenfeest. It's not that it isn't the harvest festival, because it is the Feast of Harvest. That's what we saw in Exodus chapter 23. Het is niet zo dat het niet het feest van de oogst is, want dat is het wel. Dat hebben we gelezen in Exodus 23. It's also the day of first fruits. We saw that also. The first fruits of your labors in Exodus chapter 23. The first fruits of the wheat harvest in Exodus chapter 34. Here in Leviticus chapter 23, a wave offering that comes from fine flour as first fruits unto God. And it's also the day of the first fruits. Het is ook het feest van de eerstelingen. Dat hebben we gezien in meerdere teksten die we behandeld hebben in Exodus 34 en ook in Leviticus 23 spreekt de Bijbel over een graanoffer uit de eerstelingen. But harvest feast is only what leads up to, what encapsulates as a potential first fruits, which also is a potential for the real identity of this holiday, Feast of Weeks, of counting, of growing, going, developing, maturing spiritually, maturing in your relationship with God, working at it. En het oogstfeest draagt een potentie in zich voor eerstelingen. Net zoals dat die eerstelingen de potentie in zich dragen om dit feest te maken tot zijn ware identiteit. Het wekenfeest. Het feest van tellen, groeien, ontwikkelen naar een volwassen relatie met God. Remember, it's a process. You need to be patient. You need the time to grow. Denk eraan. Het is een proces. Je hebt geduld nodig.
Het neemt tijd om te groeien tot wasdom. You need the time to count and to make yourself and your life count. Je hebt tijd nodig om te tellen en om jezelf en je leven te laten tellen. You need to get ready. Je moet jezelf klaarmaken. Once you've completely gotten yourself ready, you're ready to receive the Torah and all of God's blessings. En als je jezelf helemaal klaar hebt gemaakt, helemaal voorbereid bent, dan ben je klaar om de Torah te ontvangen en Gods zegeningen. God bless you. God zegen jullie.